Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuw filmpje op mijn YouTube-kanaal en op mijn blog bijnoek.blogspot.nl. Vandaag ga ik een scrapbook layout maken en dat doe ik met de Simple Story Sunshine en Happiness lijn. Ik had nog twee restjes van een 12x12 pagina over. Die heb ik gecombineerd op deze pagina. Met de blauw sticker plak ik hem even vast aan de tafel zodat hij niet schuift. Dat is voor het beeld makkelijker. Deze lijn heb ik echt, ik ben er helemaal gek mee en deze heb ik ook echt een keer helemaal opgemaakt. Dit zijn ook echt de laatste restjes die ik heb. Ik heb nog wel wat ephemera, maar dat komt ook wel weer op en dat ga ik ook wel weer ergens bijvoegen. Dus dat komt nog helemaal goed. Ik knip hier nog meer af. Ik vind hier van dit restje cardstock vind ik de bloemetjes heel erg leuk. Ik ga die ook afknippen. Dit gaat weer scheef omdat ik iets te snel wil werken. Maar ik kan het nog goed maken. Ik gebruik een tape. En die werkt erg fijn. Kun je lekker makkelijk afscheuren. Aan de ene kant is vloeibare lijm ook fijn, want dan kun je hem daarna nog bewegen. Maar ja, soms vind ik het toch ook wel fijn gewoon met tape. En dan zit hij ook vast. En als het niet goed is, kun je hem er altijd weer afhalen. Dit roze, of ja, zacht roze papier, ik ben daar zo gek op. Ik denk dat ik 4 vellen daarvan heb besteld. En dit is echt mijn laatste restje. Dit is echt het laatste stukje. Dus hij moest er sowieso op deze pagina. Ik ga kijken wat ik er allemaal bij doe. Ik heb een tag, die ga ik met foamdotjes omhoog poppen. Ik weet niet of omhoog poppen het goede woord ervoor is, maar ik gebruik het gewoon omhoog poppen. Je hebt dat ijsje met You Are the Coolest. Dat is met chipboard. En ja, die vind ik gewoon heel erg leuk bijpassen. Het gaat erom dat ik een ijsje eet samen met mijn vriend. En we eten een ijsje. En de titel wordt IJs Baby. Dat, als wij een ijsje eten, zingen we dat altijd. En dat past er wel past er goed bij als titel. Ik zie daar nog een leuke ticket. Ik vind Simple Stories en Create Paper hebben altijd hele leuke tickets erbij. Dat gebruik ik altijd wel ook als layering. En ik vind dat wel echt heel erg leuk. Ik kies er eindelijk voor waar ik hem neer wil plakken, mijn ijsje. En die ga ik nu vastplakken. Ja, hij zit. En met een rollertape plak ik de rest vast. Even kijken. Aan de onderkant ga ik een labeltje plakken. You are my sunshine. Met een chipboard zonnetje erop. En aan de bovenkant heb ik nog een bloemetje liggen. Maar die komt er uiteindelijk niet. Want ik heb iets anders gezien. Dit is het stickervel. Er zitten vaak volgens mij 6 of 8 spelletjes stickers bij. En dit is het alfabet wat daar vandaan komt. Ik ga toch mijn liniaal gebruiken om het erop te plakken. En mijn pincet. Ik ben bezig om te leren te werken met mijn pincet, zodat het echt recht wordt. Want ik ergerde me dood aan alle scheve en halfgare titels. Dat wil ik gewoon niet hebben. Maar met de liniaal werkt het eigenlijk net zo fijn. En als ik daaraan mee ga werken, komt het ook wel goed, denk ik. Nou, daar beneden komt ook ijs nog te staan. Ik vind het wel leuk dat het niet heel statisch op één lijn is. Ik vind het ook wel weer leuk om dan het een beetje gekke plekken te hebben. En dat kan met deze foto en met deze opmaak kan dat ook prima. Nu heb ik ook het liedje in mijn hoofd, dat is ook fijn. En dan. Wat wel fijn is met de pincet, dat je net even die kleine stukjes die bijvoorbeeld in de B zitten, er even uit kan halen. En dat vind ik wel heel erg fijn. Want dan kun je net. Met je vingers lukt dat vaak niet. Ik heb hier ook altijd overal letters nog liggen, of van die kleine stukjes. Ik kan altijd wel zien dat ik bezig ben geweest. En daar gaat het om. Voor de rest heb ik hier veel foto's van
mijn vakantie naar Corfu mee gescrapt. Het waren die roze kleurtjes, maar ook wat foto's van echt van het voorjaar. Want ik vond het meer een voorjaarslijn dan echt een zonnige lijn. En ik heb nu de nieuwe collectie Porsche al gezien. Oh, en ik ben er zo gek nu al van. Maar ik wil ook Great Paper The Gather Collection. Die vind ik ook heel erg mooi. Dus keuzes maken, lastig. Nou, van een stickervel knip ik nog een banner. Ik heb nog best wel wat stickertjes gelukkig over. Maar dat kan ik ook gebruiken voor andere projecten. Hello Summer plak ik daaronder. En van de woordstickers het woordje Sunny Days. Ik moet even lezen wat erop staat. En aan de onderkant plak ik Happy Looks Amazing on You. En dan heb ik nog een groot stickervel. En dan ga ik kijken wat ik daarmee kan doen. En ik zie wat roze hartjes. Nou, die kunnen er altijd bij. Hartjes zijn altijd goed, denk ik. Vind ik. En daarbovenin zie ik een sticker met een bloemetje. Een soort sterbloem. Nou, die past perfect bij. Dus die plak ik gelijk op. En dan heb ik nog één stickervel. En die heeft voornamelijk ook nog woordstickers. Ja, deze. Dat is een pijltje met een hartje. Dat zul je zo meteen ook zien in de foto's. En hier, dit is een rechthoekige sticker. En daar knip ik ook een bannetje van, zodat het aan de onderkant eruit steekt. En dat geeft wel een beetje een leuk speels effect. En het is hetzelfde motiefje als aan de bovenkant van de foto. En wat onder in de hoek is. En op dit vel heb ik nog wat woordstickers. En die plak ik ook nog op. Als ik het zo zie, dan heb ik best nog wel genoeg om misschien toch nog één pagina te maken. Nou, ik ga gauw kijken. Ik hoop dat je het leuk vond om te kijken. Volg mij dan op mijn YouTube-kanaal of kijk op mijn blog. En tot de volgende keer. Doeg!